geeft een mooie, snelle indruk van de tentoonstelling. Maar eigenlijk voordat we daarover beginnen zou ik heel graag willen weten hoe jullie samenwerking tot stand is gekomen. Misschien kan Stef daar wat over zeggen. Ja, nou heel graag. Wij besteden eigenlijk elk jaar aandacht aan Hilversumse mediakunstenaars. Onder de vlag van Art Hilversum. Daar waren we een beetje ontevreden over geworden. Niet dat het niet prettig was en geen succes, maar we dachten wel, er mag iets meer accent ontstaan op de mediakunstenaar die in Hilversum werkt of woont. En we wilden eigenlijk ook wel een grote platform maken opdat de kunstenaar die we zouden selecteren, dat die zeg maar ook nationaal en misschien wel internationaal bekend zou worden gemaakt. Ja. Dat is eigenlijk de reden. Dus haar tentoonstelling maakt eigenlijk deel uit van een groter project met andere kunstenaars. En zij is de eerste die zeg maar deze multimediale tentoonstelling krijgt in jullie museum. Maar hoe ben jij terechtgekomen bij Simone? Ja, ik zag de fotografie, de foto's van Simone bij de CNH Gallery in Amsterdam. En toen dacht ik, interessant. Het is fotografie, maar het leek ook een beetje stils uit een film. En toen dacht ik, iemand die zo foto's maakt en schiet en presenteert, die weet gewoon dat die verschillende medialagen in de kunst een toegevoegde waarde hebben. Ja. En toen dacht ik, dit is leuk. Ja. Wat ik ook leuk vond was dat zij, kijk, in de nieuwsfotografie of in de documentaire fotografie maak je altijd overzichtsbeelden. Omdat het publiek dat er naar kijkt, weet, dit is daar. Maar Simone maakt gewoon detailopnames. En achter die detailopnames zit het verhaal. Ja. En ik kon zelf vrij snel de connectie maken. En ik vond dat dus een hele interessante benadering. En dat is een goede uitleg, Stef. Maar Simone, kun je daar wat meer over vertellen? Over jouw wijze van storytelling, zeg maar. Hoe jij komt tot die combinatie van bewegend beeld en stilstaand beeld, zeg maar, film en fotografie. Nou ja, ik ben in 2002 ben ik begonnen met, of was ik afgestudeerd, audiovisuele kunst. En ik aan de Rietveld Academie? Aan de Rietveld, ja. En ik maakte voornamelijk kortfilms. En ik merkte eigenlijk dat ik het maken van films ook kon overbrengen in fotografie. In een film heb je scènes achter elkaar. En in mijn fotografie maak ik eigenlijk scènes achter elkaar en pak ik ze, zeg maar, het belangrijkste beeld voor mij uit die scènes. En dat is dan het shot wat de fotografie is. Waardoor je een verhaal ervoor hebt en eigenlijk een verhaal daarna. En de kijker moet dat gaan invullen. Dus voor mij was eigenlijk de fotografie filmmaker geworden. Ja. En daardoor kon ik het zo goed combineren. Ja. Ja, en ik las ook dat jij het belangrijk vindt dat er een combinatie is van documentaire en fictie. Ja. Kun je dat toelichten? Nou, ik vind als het compleet fictie is, mis ik een soort rauwheid van documentaire. En als het compleet documentaire is, dan kan ik het niet genoeg naar mijn beeld toebrengen. Wat is dat dan, dat persoonlijke, zeg maar, waar jij het naartoe wil brengen? Nou, heel vaak heb ik een idee in mijn hoofd. Hè, van bijvoorbeeld de film, waar ik een film maak over vuur waar geen vuur in te zien is. Of ik maak een portret van iemand waar ik een verhaal over die persoon wil vertellen. Dan neem ik mensen uit mijn omgeving die ik interessant vind. Waarom dat verhaal, zeg maar, die dat verhaal mooi kunnen vertellen. En dan ga ik alles in de omgeving van de foto ga ik neerzetten dat het verhaal vertelt. Dus hoe het licht staat, hoe ze in het kader zijn, wat voor spulletjes er liggen. Ik ben dus constant aan het schuiven in mijn beeld om het verhaal wat ik, zeg maar, van tevoren heb bedacht, het gevoel, om dat te kunnen weergeven. En wat vind jij belangrijk dat in het eindresultaat dan eigenlijk wordt overgebracht? Heb jij daar een soort een basisidee over? Ja. Wil je de mensen iets meegeven? Ja. Of kun je dat uitleggen? Nou, het is bij elke foto natuurlijk een ander gevoel, hè? En vaak de foto's bij elkaar moeten een bepaald gevoel weergeven. Maar wat voor mij heel belangrijk is, is dat ik zoek altijd de balans waarin ik vertel heel veel over een personage of over een gebeurtenis, over eenzaamheid of over vastzitten in je kamer of de connectie tussen jou en je kinderen, dat soort dingen. Maar ik probeer het verhaal op zo'n punt te krijgen dat jij moet gaan invullen als kijker en ik tot mijn max heb ingevuld zonder te vertellen van, nou, dit is wat er is te zien, dit is het verhaal en dit is een illustratie daarvan. Het mag geen illustratie worden. Is ze daarin geslaagd volgens jou, Stef? Wat was jouw ervaring toen je de tentoonstelling helemaal afzag en jij daar rondliep? Wat was toen jouw... Kun je dat beamen wat ze zelf beschrijft? Ja, er zit wel echt een moeilijkheidsgraad in haar benadering, als ik dat mag zeggen, omdat in die hele ervaring rondom storytelling, dan denk je eigenlijk, je begint bij A en je eindigt met Z. En daartussen heb je hoogtepunten en dan kan je gewoon het verhaal maken.
En wat Simone doet, is zij heeft er wel een verhaal in haar hoofd. Maar zij maakt er, wat ik net zei, haalt er details uit. Waardoor je wel denkt van waar kijk ik nu naar? Ja. He, dus de Hearth and Home gaat onder andere over de rol van de herinnering. Ja. Van bij een bosbrand. Ja, de tentoonstelling heet Hearth and Home. Home, ja. Dus zeg maar in het Nederlands zouden we zeggen huis en haard. Ja. Ja. Dat vind ik een heel treffende titel. Kun je dat toelichten misschien, Simone, aan de hand van wat we net gezien hebben? Ja, het gaat heel erg over onze verhouding tot elkaar en tot de natuur. Wat ik mooi vind van huis en haard, het heeft iets heel warms. Maar haard is ook vuur. Ja. Dus het zit een soort van gemoedelijkheid en gevaarlijkheid in als je het combineert met de werken. Nou, gaan dat misschien aan de hand van de volgende beelden even dieper op in. General! Strike! General! Strike! When I say general, you say strike! General! Strike! General! Strike! When I say general, you say strike! General! Wat zien we hier, Simone? Nou, het is wel leuk om... Dit is eigenlijk een stukje uit de expositie. En ik heb met Stef veel gesproken over... ik heb altijd in mijn hoofd gehad... Ik wil een expositie maken wat een cinematografische ervaring is. Wat is een cinematografische ervaring? Alsof een film uit elkaar wordt gehaald. Mm-hmm. Je hebt een stuk wat stilstaat. Je hebt een stuk wat beweegt. Je hebt geluid. Je hebt licht. Al die dingen moeten bij elkaar komen. En ik wou kijken hoe kan ik een expositie maken... dat niet het consumeren van plaatjes wordt... En hoe kan ik de kijker eigenlijk aanzetten in gedachten, al dat ze in die mindset komen. En een van de tools die ik gebruik daarvoor is om de expositie te beginnen in geluid. Dus wanneer je geluid hoort, en dit zijn dan geluiden van verschillende plekken, van een bos tot een demonstratie tot een groep. Dan moet je door geluid, en dan moet je eigenlijk al in je verbeelding gaan. Dan moet je al gaan fantaseren. En mijn wens was om die mindset, zeg maar, de kijker daar doorheen. En dan naar de foto's, dan naar bewegende foto's en dan naar een korte film te leiden. Ja. Nou, ik moet je zeggen, ik vond het een heel heftige intro. Kan je daarin vinden, Stef? Als je die stemmen hoort, ja. Wat Simone ook zegt, hè, dat zijn dus bosgeluiden, maar ook stemmen tijdens een demonstratie. Ja. Het is heel intens. Dus het begint eigenlijk al heel intens, inderdaad. Daar slaag je goed in. Nee, absoluut. Zeker omdat de raadzaal waar die audio-opname te horen is, die heeft verder eigenlijk helemaal geen betekenis. Dus je moet je als bezoeker focussen op de audio. En de audio is stevig. Zeker die stemmen van mensen in de demonstratie. Afgewisseld met geluiden van een bos of van een brand. En die ga je pas pakken als je aan het eind van de expositie die film ziet. Gentle Wildfire. Dus dat is wel een lastige opmaat. Het publiek zegt ook van waar ben ik nu beland? Ja, en er zijn verschillende fases waar je doorheen gaat. Maar ook mentaal. Ja, en het is een werk wat ik samen heb gemaakt met geluidsman Jaap Seiben. Het heet Positions. Het is speciaal gemaakt voor die zaal. En er zitten ook geluiden in van het museum. Dus we hebben ook geluiden opgenomen in het museum. Dus het zoekt echt jouw positie. Jouw positie wordt even bevraagd. Ja, daar ben je goed in geslaagd. Ik moet zeggen, ik vond het heel erg confronterend. Misschien ook omdat ik niet was voorbereid. En je komt dan toch een beetje een museum binnen dat je denkt... oh, ik ga nou direct beelden zien. Ja. En dat was niet zo. Je staat daar alleen in een zaal met die intense geluiden. Ja. Ja. En dan, wat gebeurt er dan? Je gaat naar de tweede zaal. Ja. En dan zie je foto's. Ja. Ja, en dat zijn foto's van eigenlijk fictionele portretten, noem ik het. Van mensen die eigenlijk geportretteerd zijn, zijn verhalen. Maar in hun woonomgeving zag ik ze ook vaak. Maar ook buiten. En dan is dat ook hun omgeving. Dus dan zijn er bijvoorbeeld, er is een man op een stenen stoel, die zag je ook in het filmpje. Dat is dan echt zijn ruimte. Dus kamers zijn niet de enige ruimtes, zeg maar, die ik fotografeer. Maar dat zijn ook foto's van bomen. En dat zijn foto's waarin, zeg maar, gedeelte van de foto is knalrood en onscherp. Gedeelte is scherp. En dat gaat voor mij heel erg over herinneringen en hoe herinneringen en fotografie samenwerken. Ja. Het is eigenlijk herinnering aan een bosbrand. Ja. Ja. En eigenlijk zou ik nog iets mogen zeggen over die combinatie van fotografie, film en audio? Ja. Want die audio, je zegt het zelf ook, dat is het begin van de tentoonstelling. En dat is een vrij heftige ervaring. Maar het thema, de relatie mens en vuur... is een thema waarmee we als museum het publiek op scherp willen zetten.
Want er zijn natuurlijk, National Geographic heeft geweldig veel aandacht voor het onderwerp natuur en mens, zeker natuur. Maar dat gaat heel erg van de feel-good filosofie uit. En Simone wil ons laten zien, alarmfase 1. En dat geluid, nogmaals wat heftig is, en jij zegt confronterend, is wel bedoeld om het publiek scherp te krijgen. Ja, ja. Dus het is, ja, ik begrijp het. Het sluit aan bij de actualiteit van het moment. Dus het heeft een zekere urgentie. Zeker. En jij zegt ook van, ik geef eigenlijk ook graag indirect een boodschap mee. Ja. Je zegt niet wat de oplossing is, maar je zet mensen, wat Stef ook zegt, aan het denken. Ja. Als museum wil je dat ook graag. We hadden het ook in ons voorgesprek over bewustzijn. Ja. In hoeverre kan kunst bijdragen aan het verhogen van het bewustzijn bij mensen? En ik denk dat het thema brand, dat geeft ook aan de gecompliceerde relatie tussen mens en natuur. Ja. Hè, wat momenteel echt heel, heel dringend wordt. Ja. Wat ik interessant vind is dat je daar in deze film zeg maar je persoonlijke verhaal, naar aanleiding van die branden in Portugal, waar we direct nog over komen te spreken, als een metafoor ziet voor het grote verhaal. Ja. Kun je dat toelichten, hoe dat tot stand is gekomen, die connectie? En dan niet zozeer op de film, maar gewoon de connectie tussen natuur en mens, toch? Ja. Ja. Nou, wat ik heel erg voel is in het gesprek dat we hebben over natuur, is dat we steeds onszelf loskoppelen van die natuur. Ja. En daar ligt voor mij het probleem. En het gaat voor mij heel erg over hoe verbind je tot elkaar, hoe verbind je tot je omgeving. Als je dat ziet als iets anders, wat we moeten oplossen, waar we mee om moeten gaan, dan heb je daar veel meer afstand van dan wanneer je denkt van, ja, oké, die boom of die bossen, dat zijn wij. Ja. Hè? En als je, en dus het zit voor mij, of waar ik me zeg maar zorgen om maak, is dat we niet meer samenleven, maar dat we elke keer een afstand creëren van die natuur, wat je eigenlijk gewoon... En dat je bijvoorbeeld een bosbrand als een incident ziet, terwijl jij het meer ziet als een onderdeel van een groot probleem. Ja, of niet eens zozeer. Ik vind het probleem al lastig, want ik vind dat we moeten samenleven met het vuur. Toen ik de expositie in mijn werk doe, dan doe ik heel veel onderzoek. Dus ik werk samen met wetenschappers, ik praat veel met mensen die mee te maken hebben. En het gaat heel erg voor mij om het samenleven met, in plaats van het loskoppelen en het zien als een probleem of het oplossen van, maar gewoon van hoe kunnen we dit gewoon meer in balans krijgen. Ja. Maar ook de relatie tot bijvoorbeeld, je bent naar die plek gegaan. Ja. Ja, dan kunnen we direct misschien zien... Nou, ik kan nog beter formuleren. Als je toen je klein was en je ging het bos in, dan ging je hutten bouwen. En dat was jij. Ja. Weet je, dat gevoel. Ja. En dan voelde je vrij en er was geen stress. En die connectie, die vind ik belangrijk. Dus eigenlijk ook de natuurlijke band die je met de natuur zou moeten hebben. Ja. Die zou je willen herstellen? Nee, die wil ik gewoon tonen. Die wil je tonen? Ja. En bevragen. Ja. Ja. Ja, dankjewel. We gaan even naar het volgende fragment, waarin we de foto's zien van de tentoonstelling. Ja, er zit ook dezelfde intensiteit in voor mij als in het geluid aanvankelijk. Ja. Met name de man die dat kindje bij de hand houdt. Ja. Waarin ik misschien ook de toekomst zie in dat kind. Kun je deze foto's toelichten? Hoe die tot stand, waarom je deze beelden hebt uitgekozen als foto's voor de tentoonstelling? Ja, het is, Stef en ik hebben altijd gekeken naar het totaalplaatje van de tentoonstelling. Hè, van wat werkt bij elkaar. Het zijn verschillende series die te zien zijn. Het meisje en wat een foto van mijn dochter is, samen met haar neef, in deze plek. Het ging mij, ik zocht heel erg naar het gevoel wat je hebt als je jong bent en de wereld staat voor je open. En je staat er eigenlijk je hebt er zin in en het is een beetje angstig en met z'n tweeën kunnen we het aan. Dat gevoel wou ik heel erg, dat zocht ik heel erg. Hebben gekeken naar locaties van waar kunnen we dat gevoel het beste weergeven. En dit vond ik echt een plek waarvan ik dacht van ja, daar heb ik hem.
daar is die plek. Het is een plek waarvan je denkt van ja, zouden daar normaal auto's moeten staan? Is het een natuurlijke plek? Dus dat is warm, het is een beetje beangstigend. Dus ik zoek elke keer die spanning in de foto. Hoe heb jij dat ervaren, Stef? Deze foto's, ook de keuze van deze foto's? Nou ja, vanuit de gedachte welke... Want de tentoonstelling eindigt met die film. En deze foto's ga je nog beter begrijpen als je uiteindelijk die film ziet. Ja. Maar wat bijzonder is aan deze foto, is dat Simone ook zegt, ja, mijn dochtertje staat hierop. En in zoeken naar de connectie tussen mens en natuur en omgeving gebruikt Simone in deze foto, maar ook in de film straks, familieleden, haar eigen kind, om aan te geven dat het echt wel ergens om gaat. En dat het allemaal niet zo ver hoeft te zijn. Nee, het is gewoon dichtbij. Ja, exact. Ja. En dat vond ik in deze foto heel erg treffend, omdat je hier zie je twee familieleden, nichtje en neef, en die zitten ook in die problematiek van die relatie, mens en natuur, heel concreet naar die bosbrand. Nou, er zijn duizenden mensen die rondom een bosbrand hun huis verliezen, huis en haard kwijtraken. Ja. Gaat om Griekenland, Californië, noem het maar op. En wij definiëren dat vanuit de media, vanuit de nieuwsmedia, toch heel erg als een event. En het roept het angstige beeld op dat de aarde verloren gaat. Ja. En Simone brengt eigenlijk in dat opzicht het weer naar een menselijke maat. Ja. En dat vind ik wel haar kracht. Dus aan de ene kant heeft ze dus zeg maar een abstracte benadering van welke foto's kies ik en laat ik zien. Maar onderliggend gaat het om mensen. En door in dit geval haar dochtertje en een neefje te kiezen voor deze foto, dan komt het dichterbij en wordt het eigenlijk ook subjectiever. En ja, dat heeft die relatie mensen en natuur nodig. Ja. Wij moeten subjectiever naar die relatie kijken. Minder vanuit het angstbeeld van dat de aarde verloren gaat. We horen het al. Dan wordt het abstracter. Ja. Exact. En we kunnen daar als mens niet zoveel mee. Nee. Nee. Dus ze brengt het eigenlijk de problematiek terug naar de menselijke maat. Waardoor je het eigenlijk ook veel meer... Of je kunt je er beter mee identificeren ook op die manier. Ja. De foto die mij erg fascineerde is die man die op die tapijten lijkt te duiken. Ja, die ook net langskwam, hè? Wat zeg je? Die ook net langskwam in het filmpje. Ja. Zou je die even kunnen toelichten? Dat is uit deze serie. Dit is een serie die heet Anchors. En dat waren allemaal eikpunten waaraan je kan vasthouden. Hooppunten voor mij. En die heb ik zeg maar als serie Anchors genoemd, maar niet een titel gegeven. Omdat ik hoop zeg maar dat de kijker ook daar zijn eikpunten aan houvast aan kan hebben. Maar die van de meneer die op de lagen de kleden ligt, die gaat voor mij heel erg over je voorouders. Dus alle lagen waar je zeg maar die voor jou geleefd hebben, dat zag ik altijd als ik langs die winkels heen liep. Dan zag ik al die stapels van die perse kleding. Ik dacht van, ja, het staat zo symbool voor al die levens voor jou. En daar kan je ook een soort van kracht uitputten. En verbinding. En verbinding, dat je in een lijn werkt of dat je in een lijn leeft. Ja. En ik zocht toen van, wat is dan de houding op zo'n kleed? Ga je erop staan? Daarom heb ik toen gewerkt met Fernando, een danser, om te kijken van, hij moet vallen, hij moet in balans zijn. Valt hij? Houdt hij zichzelf omhoog? Hoe verhoud je tot die lagen? Ja. Nee, daar ben je goed in geslaagd, want het is duidelijk iemand die niet valt in de zin van te pletter vallen. Nee. Hij valt zacht, het is een zachte val, zeg maar. Ja, ja, dat vond ik heel mooi. En deze hand die we zien in een soort voile, achter een soort sluier lijkt. Ja, het is de hand van mijn vader. Mijn vader was kunstenaar, tekende. En een jaar geleden ongeveer zei ik van, nou, ik zou het heel mooi vinden voor de ankerserie om jouw tekenhand te fotograferen. En eigenlijk als een soort van bijna te groot vast te houden. Dat heb ik toen gemaakt. En toen is mijn vader overleden dit jaar. En is die foto ook andere betekenis gaan krijgen. En dat vind ik een van mijn fascinaties is met fotografie. Fotografie is eigenlijk bijna een soort herinnering die je vasthoudt of die je maakt. En die gaat veranderen door de tijd heen. Mm-hmm. Want zo'n foto heeft nu een andere betekenis als toen ik hem maakte. Ja, dat heb je zelf eigenlijk ondervonden al meteen. Ja. Ja. En Simone laat zien met dat beeld van die dansen op die tapijten, dat wij op de schouders van onze ouders en voorouders staan. Ja, ja. Maar met deze foto, zonder dat we echt hoeven te weten dat haar vader overleden is, laat zij eigenlijk zien, ik sta ook op jouw schouders. Ja, mooi. En dat is wel heel de kracht mooi van deze foto met de achtergrond. Ja, mooi gezegd. Dan gaan we nu even naar het volgende fragment. Een fragment uit de film Gentle Wildfire.
Klein stukje. Een klein stukje, ja. Het is jammer. Helaas hebben we niet genoeg tijd om de hele film te laten zien. Ik heb hem 2 keer bekeken. Want ik had wel even tijd nodig om hem helemaal tot me door te laten dringen. Ja. Had jij dat ook, Stef? Eerlijk gezegd minder. Ja? Ja, ik zag hem. En dat was natuurlijk wel spannend voor het museum. Omdat we hebben eigenlijk Simone carte blanche gegeven om de productie te maken. En toen ik de film zag, dan dacht ik in 1 keer... Wauw. Dit klopt. Dit is die. Ja. Dit is het sluitstuk van de hele expositie. Ja. En de filosofie achter haar manier van werken. Kun je dat toelichten? De filosofie achter het werk. Die we met name in deze film verbeeld zien. En dan kunnen we misschien het ook hebben over de relatie weer. Je persoonlijke leven. En dan als metafoor voor de relatie mens-natuur. Waar we het eerder over hadden. Weet ik niet. Dan moet je even anders vragen. Dan weet ik niet zo goed hoe ik dat moet zien, die vraag. De oorsprong van deze film is eigenlijk een autobiografische, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat begon eigenlijk met jouw man en waar hij vandaan kwam. Oh zo, ja. Nee, ik snap hem. Ja, nee, het is begonnen in 2017. Toen was ik aan het reizen met mijn man in La Ria. Dat zijn de geboorteplek van zijn jeugd. In Portugal. In Portugal, hij is Portugees. En daar zijn gigantische bossen. En die zijn prachtig, die zijn echt honderden jaren oud. En daar waren we aan het rijden met de auto, met onze dochter. En dat was gewoon een hele mooie ervaring, gewoon je jeugd. En we komen terug en een week later krijgen we een telefoontje dat alles is afgebrand. En de eerste reactie van mijn man was, ik heb het idee dat ik mijn jeugdherinneringen kwijt ben. Ja. En dat vond ik zo'n mooie zin, want ik dacht van ja, herinneringen zitten in je hoofd. En toch is daar wat, hè, dat je reactie is. Ja. Dan moet je het laten zinken, echt zo'n gebeurtenis. Je heeft tijd nodig om zoiets te laten. En op een gegeven moment dacht ik, nou, nu ben ik klaar voor om er een film over te gaan maken. Ik heb toen onderzoek gedaan samen met Katelijne Stoof, een wetenschapper in Nederland die gespecialiseerd is op bosbranden. We zijn naar de plek teruggegaan, we zijn met de mensen daar gaan praten, gaan kijken naar wat is er over. Want een verbrand bos is niet leeg, het staan allemaal boomskeletten bijna. Hè? Met mensen die daar, de brandweer, et cetera, we zijn gaan praten. En daar heb ik een script op geschreven. En toen heb ik een bekende Portugese acteur, Ruben Gomes, benaderd en gevraagd, durf jij het aan om een rol te spelen van het script? Maar je moet acteren samen met de bevolking, met de lokale mensen vandaar. En omdat hij vandaar kwam, vond hij dat ook een heel erg... Ja, dat was wel heel toevallig, toch? Want dat wist je niet van tevoren. Jawel, want ik wist dat hij was opgegroeid daar. Oh, okay, maar ik wist niet of ik hem kon krijgen, want hij is natuurlijk druk. Ja. En dat durfde hij aan. En toen zijn we met een heel klein clubje, geluid, camera, ik en een producent, zijn we gegaan en hebben de film gemaakt. Dat was denk ik voor een heleboel mensen heel confronterend om aan de hand van jouw vragen en zo weer terug te duiken in die tijd. Nee, dit was eigenlijk, het hoorde erbij. Kijk, vuur hoort altijd bij het leven. Op een bepaalde manier. Dit is uit de hand gelopen in 2017. Het was veel te groot, die vuur. Maar het was heel fijn voor mensen daar om daar wat mee te doen, om daarover te praten juist. Ja, ja, ik had juist het idee. Wat Simone eigenlijk zegt is dat vuur is onderdeel geweest in de relatie mens-natuur. Dat zit nu niet meer zo in onze verwachting. Nee, nu associëren we het met verwoesting bijna. Nu denken wij een bosbrand. Jeetje, we gaan verloren. Maar eens even dramatisch te zeggen. Ja. En in de film acteren familieleden van de man van Simone. En zij zijn opgegroeid met bosbranden. Ja. En ze hebben dat ook enigszins kunnen cultiveren. Die kennis is er nog. Dus voor hen is een bosbrand wel erg. Zeker als je uit de... Ja, nou, deze bosbrand was erg. Ja, dit is wel over, gaat ook wel over verwoesting. Ja, want wat je eigenlijk laat zien aan de hand van de herinneringen, die zijn er nog wel in je hoofd. Ja. Maar dit is echt erg. Dit is natuurlijk was niet de bedoeling, denk ik. Dus kijk, jouw man is weg van die plek, maar die mensen die zitten daar nog op die plek. Ja. Hoe verhoud je je dan tot zo'n plek? Ja, en er zitten heel veel verhaallijnen daarover in de film. Dus eigenlijk alle dorpen die niet Lissabon of Porto zijn, die lopen leeg, want er is geen werk. Dus heel veel van dat soort dingen, dat draagt erbij dat de bosonderhoud natuurlijk niet zo is als dat toen vroeger de families wisten van dat moeten we zo doen. Het stuk wat je net bijvoorbeeld zag, daar zie je de vuren en daar zie je mensen bezig. Dat noem je prescribed burn. Dat is eigenlijk een eeuwenoude techniek waarin mensen de grond eigenlijk branden, de eerste laag, om het schoon te houden, zodat die bosbranden niet uit de hand kunnen lopen, hè, omdat er niet overal... Haartjes zijn.
En dat zijn belangrijke verhalen voor mij om door te geven. Weer. Ja, fantastisch. En ook weer voor jouw dochter is dit later ook een document. Ja. Die ook een link is met de plek van haar vader. Ja. En ook weer zijn familie. En, Maar het is niet alleen maar Portugal, want er zit een geluid, dat hoorde je ook net. Ik heb toen samengewerkt met het Dordrechtse brandweerkoor. Dat is ook een loswerk geworden in de expositie. En ja, die heb een prachtig ik gevraagd, werk vond ik dat trouwens. Ja, vond ik een prachtig werk. En die heb ik gevraagd om, of ik heb aan Peter van Drie gevraagd, kan je een compositie maken over de branddriehoek? Brandstof, zuurstof, temperatuur, geluiden. En die hebben we laten zingen. Of het is niet echt zingen. De geluiden laten maken door het koor. En die zitten ook weer in de film. Ja, dat vond ik heel... Het heeft iets dramatisch. Maar het was zo natuurlijk, omdat het Dordrechtse brandweerkorps is, geloof ik. Mm-hmm. En dan het thema, het klopte fantastisch. Terwijl, in het begin dacht ik, wat is nou de collectie? Maar later dacht ik, is hartstikke mooi. Maar ook weer het geluid, hier de focus op het geluid weer. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat de luisteraars en kijkers hier iets aan hebben. Maar dat ze natuurlijk wel de tentoonstelling in het echt gaan bezoeken, omdat het echt een cinematografische beleving is, zoals jij al zei. Misschien kan Stef er nog iets aan toevoegen voordat we aan de vragen gaan beginnen. Nou ja, hij duurt nog tot 24 oktober. Dus niet zo heel lang meer. We gaan wel proberen om hem nog naar Portugal te brengen. Ja. Dus we gaan met hem reizen als het goed is. Het is een ontzettend interessante tentoonstelling. Hij laat echt zien wat de rol van mediakunst is in relatie tot een maatschappelijk belangrijk thema. Je moet hem een paar keer zien om hem echt goed door te hebben. Ja. Maar hij is wel heel... Hij is heel gelaagd. En wat je in het begin ook zei, het is, de kunst van Simone is niet een what you see is what you get. Nee. Het vraagt ook een engagement van de kijker. Ja. Om zich enigszins te verdiepen in de problematiek. En ook, ik denk dat jouw insteek inderdaad heel filosofisch is. Je bent niet alleen bezig met beeld of geluid, maar heel duidelijk met de boodschap daarachter. Ja. En nog iets, ik hecht heel veel belang aan het langzaam kijken. Omdat ik dat op dit moment mis. We leven in een wereld vol met beelden. Hè? Constant beeld, beeld, beeld. Mooi, dit betekent dat, dat. En ik vind het zo belangrijk om beelden te maken waar je wel even moet kijken. Waar je wel mag bij verbeelden. Hmm. En dat je wel je best even mag doen. Omdat ik denk dat dat voor mij en daarom is bijvoorbeeld ook de veel rust in de expositie. Er zijn niet honderden beelden op elkaar, maar gewoon... Geef het maar tijd. Dat is een waarde voor mij in de kunst. Nou, dat komt ook heel duidelijk inderdaad naar voren. Dat je een zekere rust moet hebben en krijg je ook al kijkend. Ik heb begrepen dat er ook een publicatie gemaakt is. Ik zal hem even laten zien. Dat is altijd heel leuk. We hebben, omdat het inderdaad een serie is over Hilversumse mediakunstenaars, hebben we gewoon ook bij deze eerste editie met Simone een boekje gemaakt. Kost €12,50. Nou, te verkrijgen in de winkel, maar het is een juweeltje. Kijk, waar de camera is, maar hij prachtig. Is gewoon ontzettend leuk. Dus, en daar heb je actief aan meegedaan, Simone, aan de productie. Heb jij ook actief aan meegedaan aan de productie? Ook wel, maar er zit ook een mooi artikel in. Paula? Van Paula, Paula Albuquerque, over de expositie. En het is een Engelstalige tekst, een Nederlandstalig voorwoord van het museum, maar een Engelstalige tekst van Paula. Oh, dat is al perfect voor de volgende stap naar Portugal. Exact. Ja, heel precies slim. Wat we hadden gedacht. Goed gedaan. Ja. Nou, heel hartelijk dank. Dank je wel. Ik hoop voor de luisteraar een verhelderend gesprek. Als introductie tot je tentoonstelling en je werk in het algemeen. Misschien zijn er nog vragen? Geen idee. Nee, nou dan kunnen wij het hierbij afsluiten. Ik dank jullie heel hartelijk voor jullie komst. Ja. En ik dank ook Dutch Media Week voor de aandacht en het Centrum Beeld en Geluid en alle mensen die deze productie mogelijk hebben gemaakt. Ja, absoluut. Heel goed en gedaan. En last but not least, ga deze tentoonstelling bekijken in Hilversum. Nog te zien tot, Stef? 24 oktober. 24 oktober. Ja, dank je wel. Oké, dank je wel. Dank je wel. Merci.